Hallo, je mag weer open met je praktijk. Misschien ben je al eventjes open, maar hebben mensen nu nog meer door dat jij er ook weer bent en dat ze dus ook weer mogen. Daarom heb ik een aantal tips voor je om dat in goede banen te leiden en daar ook op de juiste manier voor jouzelf en voor je cliënten het meeste profijt van te hebben. Nou, tip 1 is bel mensen of mail mensen actief na. Jouw cliënten of cliënten die met je zouden willen starten, maar toen net in de aanloop van de lockdown hadden gezegd, oké, nu maar even niet. Je hebt natuurlijk een aantal mensen en misschien zelfs wel heel veel die nu zelf actief bellen. Maar vergeet vooral die mensen niet die bescheiden zijn en die denken, ik heb het ietsje minder nodig. Soms hebben zij juist het meeste nodig. Of denk eraan dat mensen ook zijn die misschien niet zo erg durven en zoiets hebben van, ik wacht het nog maar eventjes af. Bel hen of mail hen. Vergeet ze in ieder geval niet. Want uit de onderzoeken die ik heb mogen doen naar cliënten en patiënten die op zoek zijn naar zorg, kwam heel vaak naar voren dat juist de wat actievere coach en therapeut die hen actief benaderen, heel erg gewaardeerd werd. En vaak denk je zelf dat het wat opdringerig is of mensen weten wel dat ze kunnen bellen. Maar weet je, je bent geen autoverkoper. Dus de intentie waarmee jij belt is eigenlijk altijd goed en het gaat ook om aandacht geven. Nou, tip 2 is, slaat ook een beetje op tip 1, mensen die weten dat ze mogen, maar nog niet helemaal durven. Natuurlijk zal jij op je site iets hebben staan over hoe je omgaat met corona. Maar kijk eens goed naar die tekst. Zijn het echt van die staccato statische teksten of staccato regels? Of zijn het ook echt klantgerichte teksten die zorgen dat de drempel verlaagd wordt? En heb je ook gedacht aan wat misschien jij uit de branchevereniging hebt gekregen, wat je moet plaatsen. Maar hoe denkt jouw klant? Welke vragen zou die nog meer hebben? Dus let erop dat die teksten die je gebruikt, of die je mailt, of die je op je social media post, ook echt heel klantvriendelijk zijn en vooral drempelverlagend. Zodat het ook prettig voelt om weer naar jou toe te komen. Goed, tip 3. Moet even spieken. Oh ja, als je nog vorig jaar net gestart was en je hebt nog niet heel veel klanten, je denkt ja, leuk gezegd, Ingrid, maar ik heb ze nog niet. Dan is dit ook een moment om weer aan te pakken. En ik hoop dat je ondertussen wel aan je marketing bent blijven werken. Maar om dus dat nu ook weer even wat groter aan te kondigen. Dat je er weer bent. En misschien hebben mensen al wat vaker eens een keer wat naar je gemaild. Dus die ooit geïnteresseerd waren, maar nog niet hebben doorgepakt omdat de periode er niet naar was. Mag je nu actief met een pb op social media of via een mail benaderen. Schroom daar niet in. Het gaat allemaal ook weer om de oprechte aandacht die je daarin geeft. Maar post het ook vooral op social media. Dat je blij bent dat je weer open mag, dat mensen je mogen bellen en dat soort zaken. En omdat er natuurlijk altijd precair evenwicht is in van wie wil en wie durft, maar ook dat de behoefte van een klant best wel anders kan zijn geworden, is het misschien ook een prachtig moment om nu een soort online spreekuur te introduceren. Zodat mensen jou ook kunnen bellen met vragen, zal ik hier nog wel voor komen? Of je hebt misschien druk, misschien moet ik zelf iets doen. Verlaag die drempel ook op die manier. Maar het gaat ook hier weer om aandacht. Mensen die misschien nu met een ander probleem zitten en niet zeker weten of ze daar nog steeds bij jou voor terecht kunnen. Want er is natuurlijk heel wat gebeurd in die tussentijd. Dus een online spreekuur kan ook een mooie manier zijn om die drempel te verlagen, maar ook voor jou om te weten wat er speelt en wat misschien niet op jou afkomt, maar wat er wel gaande is. De andere is, en ik heb het woord al vaker gebruikt, mensen komen naar jou toe. Het is ook weer een van de eerste keren dat ze weer met andere mensen misschien in aanrakingen komen. Dus zorg ook dat je wat tijd hebt en houdt voor aandacht. Dat maakt jouw werk leuk en waardevol, maar mensen hebben het dus ook nodig. En misschien pik je daar ook wel weer dingen op waarvan je denkt, oké, dus dat speelt ook op dit moment bij mijn doelgroep. Maar het mag natuurlijk ook over andere dingen een keer gaan als over COVID. De 6e tip die ik ondertussen alweer heb, is let ook op jezelf. Hè? Het kan je natuurlijk nu overvallen en fijn en super dat je aan de gang mag en je wil iedereen helpen, maar let ook vooral op jezelf. Zet op tijd de rem erin. Maak ook wat blokken in je agenda dat je er eventjes bij kan komen, je administratie weer op orde kan krijgen. Niemand heeft er wat aan dat er nu een golf over jou heen komt en dat jij daarna nou eigenlijk zelf qua weerstand een heel stuk achteruit gaat of ontzettend vermoeid bent en de aandacht niet kan geven. En de laatste tip, ja, die is natuurlijk wel spannend als ik zeg let ook op jezelf, maar vergeet vooral ook niet om aan je marketing te blijven werken.
Want je kunt nu snel denken, oh, het is hartstikke vol, het zit nu wel goed, ik heb er geen tijd voor, oh, dat ook nog eens een keer doen. Maar de weerslag komt heel snel over 4 of 6 weken. Als jij de achterstanden hebt weggewerkt en mensen zijn weer met hun eerste, hè, van hun eerste node verlost, zeg maar, dan is het wel belangrijk dat jij top of mind bent en ook weer bij nieuwe klantgroepen aanboord. Want echt, de behoefte is nu groter dan ooit. Dus het is ook het moment om jouw klantenkring te gaan uitbreiden. Nou, ik hoop dat je wat met deze tips kunt en dat je een fijne start hebt, weer heerlijk aan de gang met je cliënten of het weer een extra boost kunt geven en pas een beetje op jezelf. Succes deze week!